Goedemorgen allemaal en welkom vandaag bij het webinar van Hotspot Klimaat Adaptatie. Nou, wil je niet aan horen? Hotspot, de leefbare stad, zoals jullie ook in beeld zien. Ik heb voor de gelegenheid mijn achtergrond even veranderd naar die groene stad. Leek me wel zo toepasselijk. Mijn naam is Jody Herbers en ik ben jullie host voor vandaag. En ik doe dat vanuit mijn werkzaamheden voor Helikon MBO Tilburg. Ik ga zo meteen het woord geven aan Stijn, die jullie ook hier in beeld zijn. Maar eerst even hartstikke fijn dat jullie er allemaal zijn op de eerste online editie van het Groene Paper Symposium. Het duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst. Nou, superleuk dat jullie erbij zijn. Ik zie in mijn Webex dashboard dat er inmiddels al 35 mensen aanwezig zijn. En ik verwacht dat er nog wel het een en ander zal binnendruppelen. Goed dat we juist nu, denk ik, de tijd met elkaar spenderen online om kennis en inspiratie op te doen over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hier hebben we elkaar echt voor nodig. En in deze virtuele editie van het Groene Paper kun je deelnemen aan in totaal 18 webinars. En je kunt kijken op vrijdag, aankomende vrijdag, naar de slotdag die vanuit Helikon MBO Tilburg gehost wordt. Op die dag komt keynote Hajar Yacoubi over de groene reset spreken. En hebben we de uitreiking van maar liefst 3 awards. De duurzame lector van het jaar, de Rachel Carson afstudeerprijs en de Sustainable. Dus leuk dat jullie hierbij zijn. Hartstikke welkom nogmaals. En nog even wat voordat we beginnen. Wat praktische info voor deze webinar. Iedereen zijn microfoon is uit, dus jullie kunnen de vragen stellen. En dat mag gewoon tijdens de sessie, want ik hou ze bij. Maar jullie kunnen de vragen stellen in de chat. En die zullen we aan het eind eventjes doornemen. Daarnaast, de webinar wordt opgenomen en wordt later gepubliceerd op groenepaper.com. Goed om te weten. Wil je niet in beeld, dan zet even die camera uit. En bij technische problemen, log even opnieuw in. Klik even opnieuw op de link. Dan is het meestal wel weer opgelost. Maar dat waren de praktische en saaie mededelingen. Door naar de inhoud. Ik zou zeggen, Stijn, jij mag jezelf voorstellen en ik geef jou vanaf nu het woord. Dankjewel, Joni. Kun je me horen? Mooi. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Stijn Wijmers. Ik ga jullie meenemen naar Hotspot, de leefbare stad, zoals die heet. Ik zal eerst wat vertellen over mijzelf. Een klein stukje achtergrond, zodat je een beetje beeld krijgt vanuit welke hoedanigheid ik spreek. In het dagelijks leven ben ik expert, docent water en energie bij de opleiding Stad en Mens. Ik zal straks wat meer over de opleiding van Helikon vertellen, Stad en Mens. Zodat ook het kader waarbinnen dit valt jullie helder is. Ik heb een beetje een diverse achtergrond. Ik heb bosbouw gestudeerd, dat is mijn groene DNA. En ik heb bedrijfskunde gedaan, meer bedrijfsmatige aspecten van zaken organiseren. En in mijn werkzame leven ook diverse functies bekleed. Bij bijvoorbeeld VNO-NCW, een belangenbehartiging voor werkgevers, tot aan consultancy toe. En uiteindelijk toch weer mijn groene DNA gevoed, omdat het toch het allerleukste en het allerbelangrijkste is om te doen. En toen ben ik terechtgekomen bij Helikon MBO Tilburg, omdat ik graag jonge mensen meeneem en inspireer in hoe we naar de wereld kunnen kijken en wat groen en duurzaamheid daarin kan betekenen voor ons. Dus vandaar. De hotspot, de leefbare stad, die valt onder Helikon MBO Tilburg. Het is een vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, het CIF, Natuur en Leefomgeving. En het CIF is eigenlijk een platform waarbij een aantal brancheorganisaties gezamenlijk parteren om juist in dat groene domein, natuur en leefomgeving in dit geval, een nieuwe ontwikkeling te initiëren en nieuwe vaart te maken. Zijn in die zin, als Helikon MBO Tilburg, wij zijn een AOC, dus een agrarisch onderwijscentrum, maar we zijn wel een bijzondere in deze, omdat wij ons met name in de stedelijke omgeving profileren en manifesteren. Maar ook daarin valt een hele hoop en is ook een hele hoop
groen werk te verzetten. Even voor nu de inhoud voor de presentatie van. Joni gaf het al even aan. Ik vind het plezierig om straks de vragen met jullie rustig door te nemen. Interactief kan helaas niet makkelijk op deze manier, dus dan moeten we het maar nadien doen. Normaal zou ik tijdens de presentatie mag je me interrumperen, maar dat lukt nu niet. Ik vertel dus meteen wat over de opleiding waar ik werkzaam ben en waar de hotspot valt. Ik zal even de kapstok vertellen, de klimaatadaptatie, waartoe we tot deze hotspot gekomen zijn en hoe we die beogen. En vervolgens daar meer op de inhoud in, wat die hotspot inhoudt en hoe we daar verder vorm aan geven. En dan ronden we af met een paar vragen. Dit is een overzicht van leidingen hier in het zuiden en midden van het land die aan elkaar verbonden zijn en gaan worden. Tilburg prijkt hier mooi in het midden. Daaromheen zijn er nog meer opleidingen die nu nog onder Helikon vallen. Maar samen met CITAVEN en Wellands College zitten wij in een fusieproces om elkaar verder te versterken en groter als totale organisatie. En een mooie groen-blauwe opleidingspalet te kunnen aanbieden voor nu en in de toekomst. Dus dat is het proces waar wij nu in zitten. Ik focus nu even op Tilburg. Helikon Tilburg heeft één opleiding en die opleiding heet Stad en Mens. En er zitten vijf profielen binnen. Maar de opleiding Stad en Mens is gebaseerd op een even meer technisch verhaal. Gebaseerd op het dossier en dat heet Adviseur Duurzame Leefomgeving. Dus wij proberen jonge studenten op MBO 4 niveau op te leiden tot toekomstige adviseurs van de duurzame leefomgeving. Ze zullen dat niet direct zijn op het moment dat ze uit school komen, maar we zien wel dat ze doorstromen naar zo'n adviseursrol. En in eerste instantie hebben ze meer een rol in de ondersteuning en uitvoering daarvan. Er zijn binnen dat adviseurschap van duurzame leefomgeving zijn er vijf specialisaties nu. En dat zijn eigenlijk de thema's die in de stad ook spelen. De vrije tijd, hoe organiseer je een duurzaam evenement? Stad en wijk gaat met name over sociale cohesie en problemen die in een wijk zouden kunnen spelen en hoe je die met allerlei initiatieven en ontwikkelingen vorm zou kunnen geven ten gunste van die leefbaarheid. Hoe je mensen aan elkaar kunt verbinden, mensen die een achterstand hebben tot de verbinding met hun leefomgeving, hoe kun je die weer opnieuw met andere mensen in contact brengen en weer in het maatschappelijk verkeer actief laten participeren. Biobased economy, we zien dat binnen de stedelijke omgeving ook dat een grote vlucht aan het nemen is. En dus zul je daar ook naar moeten kijken hoe je deze mooie ontwikkeling verder kunt inrichten. Lifestyle gaat met name ook, hoe houden we de medemens, hoe houden we elkaar gezond? We zien dat we, navolging wat er natuurlijk in Amerika al een stap verder is, maar gezondheidsproblemen, obesitas en dat soort zaken in toenemende mate ook hier steeds meer de kop op steken. Nou, hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat voorblijven? En tot slot de laatste, dat is mijn specialisatie water en energie. Klimaatadaptatie, klimaatmitigatie. Dus hoe pas ik eigenlijk de stedelijke omgeving aan het toch veranderende klimaat? Met name water is daar een belangrijk vraagstuk. En de mitigatie, de energie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we de duurzame energie meer gaan gebruiken? Dat is één. Maar we krijgen ook gigantische uitdagingen over hoe we de duurzame energieproductie überhaupt in ons land kwijt kunnen. Zonnepanelen, windmolens, dat soort energiebronnen, die vragen gewoon een locatie waar ze terecht kunnen. Een plek om neergezet te worden. Ja, dat is een mooi staaltje ruimtelijke ordening als het gaat over hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Maar naast die ruimtelijke ordening vraagt het ook een stukje mindset van mensen en hoe we met elkaar daar aan wennen dat een moderne windmolen misschien net zo mooi of interessant is als de klassieke windmolens waar we graan mee hebben gemaald in het verleden. Wat is de aanleiding voor de hotspot de leefbare stad? Het gaat eigenlijk over klimaatadaptatie waarbij in hoofdlijnen drie facetten een rol spelen. We hebben enerzijds de toenemende temperatuur, waardoor we in de stedelijke omgeving last hebben van warmte, hitte-eilandeffect. Daar zal ik er zo meteen nog wat iets meer over vertellen. En we hebben natuurlijk wateroverlast enerzijds en wateronderlast anderzijds. Vorig jaar hadden we een behoorlijk droog voorjaar. Dat hebben we nu gelukkig niet. En dan zie je dat we daar met die droogte last van hebben. Maar we zien ook dat het aantal buien, met name piekbuien, toeneemt. Waardoor we ook steeds vaker wateroverlast krijgen. En de stedelijke inrichting is daar niet op gericht, is daar niet op voorbereid.
Omdat er nu nog heel veel via riolering afgevoerd wordt. En die zijn gewoon niet gedimensioneerd op een dergelijke hoos aan water. En met alle consequenties van dien, alle negatieve gevolgen van dien. Ik vertelde net het hitte-eiland-effect. Dit is wel een aardig plaatje, want dat geeft aan wat, hoe warm gedurende de dag en de nacht de lucht en het oppervlak is. En dan zie je dat downtown, in de stedelijke omgeving, de temperatuur ten opzichte van meer groene regio's gedurende de dag en de nacht veel hoger is. Dit is wat we dan het eilandeffect noemen. Dus je hebt eigenlijk in de stedelijke omgeving last van die warmte. Te meer omdat oude mensen in het bijzonder veel last hebben van deze hitte. En het dus aantal mensen wat komt te overlijden op het moment dat we in warme periodes zitten, toeneemt in de stedelijke omgeving. Juist omdat de temperatuur daar toeneemt. Het koelt ook niet echt af, 's nachts. Niet echt substantieel. En dat is het grootste probleem met die hitte. En wat wel aardig is in het plaatje, zie je dat ook, met name bij Park aan de rechterzijde van het plaatje, zie je dat er een duidelijke dip zit in de temperatuur van de oppervlakte gedurende de dag, dankzij het groen. Maar ook aan de linkerzijde van het plaatje staat het pond, dus een vijver, daar zie je dat de temperatuur gedurende de dag bijzonder lekker koel blijft en gedurende de nacht gek genoeg misschien een beetje heet lijkt. Want het heeft natuurlijk alles mee te maken dat een hoeveelheid water, grote massa, niet zo snel temperatuur aanpast aan de temperatuur van de omgeving en eigenlijk redelijk constante temperatuur is. Dus overdag voelt hij koel en 's avonds is hij misschien nog een beetje warmer dan je zou denken. Het eiland mooie rechtsbovenin is, wat doet groen daar nou mee? Dat is heel even een blaadje, maar we zien heel nadrukkelijk dat groen een deel reflectie veroorzaakt, een stukje opneemt voor de fotosynthese, dus de productie van suiker. Een stukje verdamping, waardoor we ook weer warmte wegkrijgen. En op die manier groen bijdraagt aan een fijne klimaat binnen de stedelijke omgeving. Dus dat is enerzijds een stukje warmte. Anderzijds, als ik dan kijk naar water, heb je de tweedeling rechts, de stedelijke omgeving, even als archetype neergezet, zien we dat van het water wat we uit de hemel aangereikt krijgen, zeg maar even, maar een heel beperkt deel, 5% in de grond zakt en 55% eigenlijk oppervlakkig afstroomt. En dat is nu heel vaak via het riool. En verdamping, 30%. Die verdamping helpt natuurlijk ook weer een stukje bij de afkoelen. Maar die oppervlakkige afstroming, die zou je minder hebben. Plus die infiltratie in de bodem zou je meer willen hebben, omdat het gewoon belangrijk is voor de bodem. Als we in de natuurlijke situatie kijken, zie je een andere cijfer. Zie je dat 5 keer zoveel water de bodem echt diep inzakt. En slechts 20% ten opzichte van de stad, zeg maar even, dus 10% totaal runoff aan de oppervlakte is. Dus de oppervlakkige afstroming. Dus eigenlijk is dat plaatje aan de linkerzijde veel aantrekkelijker. Dus veel beter systeem dan aan de rechterzijde. Zouden we niet wat van het linker model kunnen integreren in de stedelijke omgeving? Ja, natuurlijk kunnen we dat. En dat is natuurlijk het vergroenen van het stedelijke omgeving. En dat is nou precies wat we moeten doen. Dus klimaatadaptatie, mitigatie, dus het aanpassen aan het toch veranderende klimaat, maar ook proberen het te voorkomen van het verder oplopen van de temperaturen en de piekbuien. Dat kan met meer groen en blauw, waarbij groen de insteek voor een deel is en blauw daarin meegenomen wordt of volgt eigenlijk. Het aardige hiervan is dat groen, ja, mensen zeggen, daar moet je van houden of niet. Ik hou er toevallig wel van, maar het biedt veel meer dan alleen maar een oplossingsrichting voor klimaatverandering. Dus je kunt win-win maken met groen. De eerste is bijvoorbeeld vastgoedwaarde. We zien dat vastgoedwaarde tot 15% in waarde kan toenemen op het moment dat het een mooie groene omgeving is. Dat is natuurlijk interessant. Want op het moment dat je dus waarde toevoegt met een beperkte investering, dan heb je naast die klimaatadaptatie hulp, heb je ook nog een economisch interessant model. Dat is enerzijds. Anderzijds zie je ook dat internationale bedrijven die vestigingen over de wereld zoeken, een van de criteria die ze bij hanteren is een groene omgeving. Zij gaan graag op plekken zitten die aantrekkelijk zijn als woon-werkomgeving en leefomgeving. En daar hoort groen heel nadrukkelijk bij. Dus vastgoed stijgt in waarde, zowel woningen als bedrijfsruimte. En het wordt aantrekkelijk voor bedrijven om zich daar te vestigen, met name internationale bedrijven.
Ander voordeel is waterhuishouding. Dat is eigenlijk net het plaatje wat ik al heb laten zien hè, met de infiltratie. Waterhuishouding gaat natuurlijk beter op het moment dat ik geen betonnen bak heb waar het op afvloeit in het riool. Maar dat in de grond kan trekken, dat is enerzijds. Maar je zou het kunnen combineren met groen. Denk aan helofietenfilters, natuurlijk zuiveringsmechaniek waarbij je met helofieten, planten met luchtwortels, afvalwater kunt zuiveren en dus enerzijds daar een waterhuishoudelijke bijdrage aan kan leveren en anderzijds een bijdrage kan leveren aan het beperkte van het aanbod van afvalwater in het riool. Plus uit de bodem kan tot 35% van de neerslag verdampen, dus het helpt ook nog eens een keertje aan het hitte-effect. Nog een mooie bijkomstigheid is luchtzuivering. Enerzijds CO2 vastleggen natuurlijk in de bodem en in hout. Maar ook luchtkwaliteit en luchtvochtigheid verbeteren. Ook binnen. Op het moment dat ik ook groen binnen hanteer, dan krijg ik zeg maar binnenhuisklimaatadaptatie, noem ik het er wel eens. Het gaat ook in binnen werkt het ook. Maar de kwaliteit gaat omhoog. En dat is natuurlijk interessant. Anderzijds zou je ook groen in kunnen zetten als een soort luchtbuffer voor kwetsbare delen van de stad. Dus woonwijken en dat soort zaken. Op het moment dat je er dicht groen bij zou plaatsen, dan kan dat vuile luchtstromen als een buffer afvangen en isoleren. Deze is voor de hand. Biodiversiteit. Meer groen levert ook meer ander leven dan groen op. Denk aan insecten, denk aan vogels, denk aan kleine zoogdieren. Maar dat is een thema wat natuurlijk al altijd op de agenda staat en ook niet onterecht. En interessant is eigenlijk wel, of interessant is, wat ik een hele stukje vind, is de mentale gezondheid van ons allemaal. Want op het moment dat we meer groen hebben, dan hebben we een lager stresshormoon, cortisol in ons lijf, waardoor we ons plezieriger voelen. Rust en welzijn wordt gestimuleerd. Minder depressie, minder angststoornissen, minder kans op ontwikkeling van autisme. Lage Ritalin gebruiken op het moment dat je ADHD zou hebben. Allemaal bijkomende voordelen op het moment dat mensen in de groene omgeving mogen vertoeven. Als ik dit rijtje zo alleen opnoem, dan denk ik, nou ja, dan is het een win-win situatie om juist al deze facetten mee te mogen nemen. Bij de ontwikkeling van een stad waarin in de zorg of in de toekomst fijn kunnen leven. Zorg wordt daar ook bij. Ik heb er nog vier. Zorg, enerzijds, ik noemde het al even, reductie van het teruglopen van medicijngebruik. Maar ook pijnstillers bij in ziekenhuizen wordt tot 30% minder gebruikt op het moment dat mensen alleen al op groen uitkijken, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Dus als je in een ziekenhuis in een groenere omgeving plaatst, dan heeft dat positieve effecten op medicijngebruik, maar ook op hoe lang mensen in het ziekenhuis verblijven. Tot 10% minder verblijfstijd in het ziekenhuis. Nou, dat is gigantisch. Even kijken, want dan springt het op. Ja, bij mij zit ik in het donker, maar dan kom ik niet dichterbij zitten. Wonen, dat is ook een interessante. Ik heb een keer een sommetje gezien, zag ik dat bij als we in een stratenblok 10 extra bomen plaatsen, dat de gezondheidsgerelateerde ziektebeelden, als bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, die aan leeftijd hangen, die schuiven op voor een periode van 7 jaar. Dus mensen zijn 7 jaar langer gezond op het moment dat ze in een groene omgeving wonen. Nou, dat zijn klinkende cijfers die interessant zijn. Werken, toename productiviteit. Thermisch comfort, gewoon aantrekkelijker om er te zijn en leren tot slot. Mensen concentreren zich beter, dus dan kunnen mensen ook beter informatie opnemen. Dus als ik dit allemaal zo bij elkaar optel, dan is dit een behoorlijke waslijst aan bijkomstig geluk, zal ik maar bijna zeggen. Bijkomstige positieve ontwikkelingen ten gevolge van meer groen in de stad. En dat draagt juist bij aan die adaptatie en mitigatie. Dus juist die stad van de toekomst zal al deze positieve effecten moeten nemen in hetgeen je doet in de stad. We hebben er iets anders tegenaan gezet, namelijk weer vanuit de hotspot en gezegd, oké, dit weten we. Maar als we eens kijken, wat gaat er nou gebeuren in de stad van de toekomst? Even los van klimaatadaptatie en mitigatie, dus klimaatverandering. Zien we een aantal trends die heel beeldbepalend zijn. Eén is dataversnelling, niet alleen stenen, maar ook pixels.
Dat data in de stedelijke omgeving steeds belangrijker wordt. Juist ook om in die stedelijke omgeving te kunnen sturen. Een van de partijen die bijvoorbeeld in de hotspot betrokken is, die is heel erg thuis in de data als het gaat over riolering. Dus wat voor rioleringstroming kunnen we meten en op basis daarvan kunnen sturen om dat soort processen beter in de hand te hebben. Maar je zou ook aan het binnenstedelijk klimaat kunnen denken. Op het moment dat je dat beter gaat monitoren, kun je daar ook in je beleid veel meer mee. Dus allerlei, hoe meer informatie we op stedelijk vlak kunnen verzamelen, hoe beter en makkelijker het wordt om daar als beleidsmakers, als partijen en als bedrijven in de stad mee om te gaan. Dat is één. Circulaire economie is een tweede. Het wordt natuurlijk belangrijk om het rondje dicht te maken, kringloop dicht te maken. En niet meer de lineaire wegwerpcultuur aanhanger te zijn. Het kan niet anders dan dat we dat om gaan buigen. Ook gezien de hoeveelheid voorraad aan grondstoffen die langzaam minder wordt, zul je de stoffen die je gebruikt steeds slimmer moeten gebruiken en steeds langer moeten gebruiken en moeten hergebruiken en op alle varianten die daarbij horen. Dus de afvalslogan ook van een van de afvalwerkers, hè, afval bestaat niet. Deeleconomie, we gaan minder hechten aan het bezit. Je ziet het nu al, het gigantische succes van de elektrische deelscooter. Bijvoorbeeld hier ook in Tilburg staan ze overal op de stoep. Los even van dat we er even aan moeten wennen dat het ook wat andere overlast veroorzaakt. Maar het delen is het al het nieuwe bezitten. Het gaat namelijk helemaal niet over het hebben van een ding. Het gaat veel meer over de dienst die dat ding kan vervullen. Dus in het geval van de scootertje, de mobiliteit. Maar het gaat natuurlijk ook over onze telefoon en over onze laptop en over onze woning en over alles wat ermee samenhangt. Delen is eigenlijk veel slimmer. In de stedelijke omgeving zien we ook dat de kleinschalige productie van allerlei producten steeds meer in vlucht neemt. Makersmentaliteit noemen ze dat. Dat is interessant, ook omdat de mogelijkheden die je hebt om de stad van de toekomst, de leefbare stad vorm te geven, die partijen daarbij een rol gaan spelen. En tot slot dwarsverbindingen. Overheid legt dus een steeds grotere rol ook neer bij de burger, op burgerparticipatie ook wel genoemd. Deze hoofdpunten zijn allemaal vanuit samenwerking tussen rijk en steden en stakeholders opgesteld, agenda stad. En dat geeft ook een beetje aan wat er nog meer gebeurt, zeg maar even in de stedelijke omgeving, los van het groen waar we het net op hadden. Als je dat allemaal, zeg maar even, die ontwikkelingen bij elkaar veegt, hebben we dat ook bij een aantal partners die in de hotspot zitten neergelegd. Zo van, nou ja, wat zijn nou de ontwikkelingen die, als we het hebben over de klimaatadaptieve stad, en waarbij we ook kijken naar die aanpassingen die noodzakelijk zijn. Wat zijn nou de ontwikkelingen, de trends die daarvoor relevant zijn? Er zijn een aantal die je herkent uit de agenda stad. Dus die burgerparticipatie, digitalisering, big data, circulariteit. Maar nadrukkelijk ook technologische ontwikkelingen, gezondheid, innovatie zijn dingen die vanuit onze partners, zeg maar, aangedragen zijn. En verdienmodellen vind ik ook wel een hele aardige. Omdat je ook als je in gedachten neemt dat al die facetten die extra komen bovenop het effect van groen op water en temperatuur, zie je dat je met verdienmodellen misschien daar wel wat in zou kunnen doen om daar versnellingen in aan te kunnen brengen. Als ik dat dan samenvat, ik heb het in een modeltje neergezet, is de kern, zeg maar even, waarvoor we de hotspot hebben opgezet, van nou, we gaan voor die groen-blauw in de stad. En dan het doel is om die mitigatie en adaptatie vorm te geven. Daaromheen zit eigenlijk die schil van al die bijkomstige positieve effecten van die toename van groen in de stad en ook aan de uitwerking op blauw. Maar de uitdaging zit hem in het laatste, van hoe krijg ik nou al die ontwikkelingen die rond de stad zitten, zeg maar even, hoe kan ik die nou gebruiken als versnelling en als acceleratie om het vergroenen van die stad vorm te geven. Het is nou precies het snijvlak waarop we beland zijn, waar we als hotspot ons op richten. Dus al die zaken die in de buitenste cirkel zijn, dat zijn zeker vanuit het klassieke agrarisch onderwijs niet de primaire thema's en onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Maar dat zijn wel de kruisbestuivingen, de
eigenlijk bijna de holistische benadering die we graag zouden willen verder vormgeven en inzetten om tot een verdere optimalisatie van die stad te komen, om die stad leefbaarder en attractiever te maken nu en voor in de toekomst. Dus alles bij elkaar is dit, laat dit het vliegwiel-effect zijn wat we willen bereiken met de hotspot eigenlijk. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk steeds verder ons netwerk verbreden. En waarin we de die in deelnemen uitnodigen om met elkaar kennis uit te wisselen. Om samen tot een holistisch integraal oplossingenpalet te komen. En daarmee eigenlijk onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van die stad in de toekomst. En het geeft ook een podium van partijen om dingen die zij doen, initiatieven die er zijn, meer onder de aandacht te brengen. En vanuit de onderwijskant vinden wij het heel belangrijk en leuk om onze leerlingen daarbij ook een plek te geven. Omdat enerzijds dat de toekomstige gebruikers natuurlijk van de stad zijn, maar die leerlingen ook vaak heel erg vanuit frisse ideeën bijdrage kunnen leveren aan een vernieuwende kijk op uitdagingen die er liggen. Dit is even zo om een indruk te geven van een aantal partijen die met ons meepraat. Een aantal kennispartijen, maar je ziet ook heel nadrukkelijk vastgoedpartijen. Bijvoorbeeld in Triborg en Tilburg is een vastgoedontwikkelaarspartij die in gebiedsontwikkeling doen. En die noemen ook als voorbeeld bijvoorbeeld de toenemende wens van uiteindelijk hun klanten, hun bewoners van hun vastgoed, om bijvoorbeeld de groenbeheer te doen. Nou, daar liggen kansen om een win-win situatie te maken. Zeker als je dat combineert bijvoorbeeld met ontwikkelbedrijf 3.0, zoals het er rechts bovenin staat, die zijn gespecialiseerd in hoe ga ik met mensen om, hoe ga ik met burgerbewegingen om. Als je die combineert met elkaar, dan kun je iets heel moois betekenen in een wijk en van veel meer waarde laten zijn dan alleen maar groenbeheer, laat ik het maar even zo zeggen. Kortom, we proberen in zich heel het thema breed aan te vliegen en juist onze inspiratie en toegevoegde waarde en verdieping te vinden in partijen die eigenlijk niet zo voor de hand liggen en net even buiten onze primaire zone om liggen. Dus dat is waar we met elkaar mee bezig zijn. En tot slot, een van de manieren waarop wij vanuit studenten, zeg maar even, die invulling en de betrokkenheid van de studenten invulling geven, is Green Offices. Waarbij leerlingen buiten de opleiding om, maar wel met ondersteuning van school, aan de gang kunnen bij toffe initiatieven in de stedelijke omgeving, die juist op de kruisvlak tussen die thema's zitten. We geven de leerlingen een hele leuke kans om meer ervaring op te doen, een leuk netwerk op te bouwen. En voor bedrijven misschien net dat stukje extra slagkracht om projecten die in de pioniersfase zitten een stapje verder te brengen. Tot zover wat ik sowieso met jullie wil delen. Ik ga heel graag in op vragen. Joni. Dankjewel, Van Stijn. Ja, ik ben druk bezig met alle e-mailadressen noteren, want er zijn een heel aantal mensen geïnteresseerd in de presentatie zelf. Jouw e-mailadres zie ik, Stijn, staat ook onderin, als er eventueel nog vragen zijn. De vragen mogen gesteld worden in de chat, dus heb je vragen op dit moment, dan stel ze in de chat. Ik zie een eerste binnenkomen. Voor jou, Stijn, hebben jullie inzicht in wat het vraagt van studenten die de arbeidsmarkt betreden na diplomering? Qua nieuwe kennis en vaardigheden, moeten de studenten nieuwe of andere dingen leren? Dat is een mooie vraag. Ja, het vraagt zeker wat van studenten. En dat is ook al deels wat we in de opleiding doen. Het is namelijk dat we studenten niet heel eenzijdig binnen een vakgebied opleiden, maar juist veel meer op de vaardigheden zitten. En veel meer vaardigheden proberen bij te brengen waarmee ze allerlei beleidsterreinen en allerlei thema's kunnen tackelen. Dus zij doen veel aan samenwerken binnen de opleiding. Dus ze doen veel projectgestuurd onderwijs. We werken in binnen de opleiding ook met echte opdrachtgevers en echte projecten. Nu al, omdat dat juist voor de leerlingen een andere setting geeft om te leren. En we proberen ze ook bewust te maken van dat de thema's waarmee ze bezig zijn ook verbonden zijn aan andere thema's. De integraliteit is een onderwerp wat heel nadrukkelijk aan bod komt. Continu, je bent een onderdeel van een web
En als je aan één touwtje trekt, dan kon het zomaar zijn dat aan de andere kant van de stad ook iets gaat gebeuren. Dus probeer eens heel bewust te maken van die integrale afvliegroute. Ja, dankjewel. Een andere vraag van ME. Als er zoveel positieve co-benefits zijn van het vergroenen van de stedelijke omgeving, wat zijn dan de barrières waardoor het kennelijk nog niet zoveel gebeurt als nodig of gewenst is? Hoe lang heb ik? Precies, zijn nog een kwartier, Stijn. Daar kan ik een heleboel dingen op zeggen, maar het heeft een aantal dingen nodig. Enerzijds we hebben de stedelijke omgeving nu niet ingericht op heel veel groen. En om maar eens heel bazaals te noemen, als ik denk aan kabels, leidingen en dat soort dingen die onder de grond liggen, heeft dat al heel veel beperkingen als het gaat over waar ik nu groen mag neerzetten of kan neerzetten. Dat is één. Dat is een belemmering die er nu gewoon is. Dus we hebben onze huidige inrichting is daar niet op voor gesorteerd en is er niet van uitgegaan. Sterker nog, we hebben heel veel jarenlang inbreiding gedaan. Dus alle groene stukken die we in de stad hadden, hebben we langzaam volgebouwd, want dan zet je lekker midden in de stad. Dus het vergt ook een mindset om dat anders te willen doen. En los van die technische belemmeringen die daar een rol spelen. Plus, het vergt ook een andere kijk op groen van ons als burger. Want als nu de blaadjes, als mensen geïrriteerd raken van blaadjes in de herfst die op de grond liggen in de stad. Dat hoort bij groen. Dat is volgens mij onderdeel van het circulaire proces van een boom. Die laat het blad vallen en dan krijg je voedingsstoffen en zo groeit die weer het volgend jaar. Dus ook het vergt van ons ook een beetje loslaten van de drang om alles volledig onder controle te hebben. Ja, mooie samenvatting van de barrières die er zouden kunnen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het kostenplaatje wat er nodig is om iets aan te leggen, aan te brengen, ook meespeelt voor een bijvoorbeeld gemeente of ja. Ja, maar dan zie je ook gelijk dat de kosten en de baten uit elkaar liggen. Want ik heb volgens mij een heleboel mooie dingen genoemd waarom het wel zou kunnen. Mm-hmm. En waarin ook heel veel baten uit voortkomen. Maar die zijn niet 1, 2, 3 te cashen richting degene die het nu doorgaans aanlegt. En dat is de gemeente vaak. Dus de koppeling tussen de benefits en de kosten, zeg maar even die. Ja, als je dat, daar gaat het ook over verdienmodellen. Dus waar je, als je die aan elkaar kunt knopen, ja, dan heb je kapitaal om te investeren. En dan komt het dichterbij. En dat heeft ook weer te maken met, natuurlijk met die mindset die je eerder noemde. Het langere termijn denken. Ja, de volgende vraag van Madeleine sluit daar best wel bij aan. In hoeverre zijn deze thema's al geborgd binnen gemeentelijk beleid? Is het nog facultatief? Of zijn er dwingende landelijke richtlijnen waaraan gemeenten en projectontwikkelaars zich moeten houden? Goeie vraag. Daar heb ik niet helemaal zicht op. Maar ik weet wel dat heel veel gemeenten daar wel heel actief in zijn. Maar ik weet dat vanuit de gemeente Tilburg weet ik dat dat thema zeker speelt. En er zijn ook mensen heel actief met klimaatadaptatie in de volle breedte bezig. Maar dat het ook een set ook binnen een gemeentelijk apparaat is waarin het voorheen nog een beetje voelde, zeg maar even, als een soort, moet ik ook nog een verantwoording afleggen naar een proactieve houding waarin op voorhand al wordt nagedacht over, oké, dit thema moeten we integraal meenemen, want dat biedt kansen. Die mindset, die switch in mindset, die zijn ze heel nadrukkelijk aan het maken en dat gebeurt ook. Maar dat zit op meerdere plekken, moet het omdenken nog voltooid worden. Daar zijn wel hele mooie ontwikkelingen in gaande, maar ja, daar zit toch groeiruimte. En de vraag en opmerking van Wouter, die sluit daar best wel bij aan, denk ik ook weer. Wat een terugkerend thema lijkt te zijn, het maken van beleid, is de afweging van economische versus natuurbelangen. Er wordt dan geroepen dat we economische waarden en groene ontwikkelingen moeten toeschrijven. En als ik u zo hoor, dan heeft groen ontzettend veel intrinsieke economische waarden. Waar loopt die realisatie in beleid van toch spaak? Volgens mij was jouw antwoord van net al best wel. Ja, ik kan nog een stapje verder gaan. En dat is namelijk dat we natuurlijk in het economisch model dat we hanteren, zit één component niet in. En dat is de natuur om ons heen. We hebben vraag, aanbod en dat soort zaken, maar de kosten, de milieukosten zijn geëxternaliseerd, dus die zitten niet in onze producten verrekend, verdisconteerd. Dus
dat, daarmee missen we zeg maar even de financiële prikkel om de juiste dingen te kopen. Op het moment dat we de werkelijke milieulast in een product stoppen, dus ontstaat een andere, ik wou zeggen, ranking van prijzen van producten. Dus de goede producten die minder milieubelastend zijn, die zouden wel eens goedkoper kunnen worden dan de producten die dat niet zijn. Nou, dan stimuleer je vanuit de portemonnee de burger om een goede keuze te maken. Dus naar true pricing noemen ze dat. Ja, dat, ik ben daar wel voorstander van, maar dat is nog niet zo 1, 2, 3 ingeplucht. Er kwam nog een vraag tussendoor. Even iets heel anders. Is er ook een samenwerking met universiteiten? Bijvoorbeeld om de nieuwste wetenschappelijke inzichten in het onderwijs te integreren. Nou, wij zijn natuurlijk een MBO, dus in die zin, er zit ook nog een HBO tussen, wat ook nog een plek mag vinden. Maar wij hebben ook met de universiteit, en nou met de Universiteit van Eindhoven, ja, verbinding binnen de hotspot om juist ook met elkaar daarover te sparren. Ja. Dus ja, en ja. Graag, leuk, mooi. Ik wou zeggen, het adres heb ik ook weer even gedeeld in de chat, want mocht daar nog ideeën opkomen voor een nieuwe samenwerking, dan... neem ik aan dat daar nou ja, in ieder geval ruimte voor is. Ja, zeker, want we zoeken juist partijen die buiten hun kader durven denken. En iedereen die daar een bijdrage aan kan leveren, ja. Het is een soort ecosysteem, zeg maar even, om vanuit biologietermen te spreken. En dat is namelijk hoe diverser het ecosysteem is, hoe veerkrachtiger en hoe rijker het is. En dat is ook met de hotspot, hoe diverser ons hotspot-ecosysteem maken, hoe veerkrachtiger we worden en hoe we beter vorm kunnen geven aan alles wat we willen. Absoluut. Nou komen we nog even terug op dat stukje mindset. Want Martha vraagt, is het niet zo dat we in Nederland een gebrek aan ruimte hebben? Zeker in het stedelijk gebied. Vele belangen, wonen, werken, mobiliteit, duurzame energie, et cetera, strijden om een plekje. Hoe zie je dat groen en natuur hier een plekje in krijgt? En mindset lijkt me dan onvoldoende. Hele mooie. Ja, en niet alleen in het stedelijk gebied zelfs. Ik bedoel, ons heel Nederland is dicht gepland. Alles is bestemd. Maar je moet dus juist naar de kruisbestuiving kijken. Je moet, dat kan een stukje winst opleveren door combinaties functies te combineren. En dat is ook gewoon een bittere noodzaak. Aan de andere kant kun je ook aan de andere kant aanvliegen. Het is bittere noodzaak om dat te doen, juist omdat we zo weinig ruimte hebben. Maar het is keuzes maken en het is ook een heel nadrukkelijke, ja, eigenlijk met een politieke keuze, ja, waar ga je voor? Ik denk dat op het moment dat je dat niet doet, dus de stedelijke omgeving niet verder vergroent, de lasten op de langere termijn dusdanig hoog worden en het stedelijk klimaat dusdanig onaantrekkelijk wordt om te vertoeven, tenzij je heel, heel grof gaat investeren in allerlei technische oplossingen, noem ik het dan maar even, in koeltechniek en dat soort zaken. Ik vraag me af of je dat moet willen. Maar terecht, we staan zwaar onder druk als het gaat. We hebben veel meer plannen en ideeën dan dat de ruimte hebben, klopt. En ook gezien in het kader van migratie, zeg maar even de energietransitie. Ik weet niet of jullie wel cijfers hebben gekeken naar hoeveel vierkante meter in kilometers zonnepanelen we nodig hebben, windmolens en dat soort zaken, om de energiebehoeften te voorzien. Ja, dan... gaan we op zoek naar nog een Nederland. Dat past namelijk niet. Dus we moeten het mes aan alle kanten proberen te laten snijden. En dan blijft het keuzes maken en ook dingen niet doen. Een leuke vervolgvraag daarop. En die komt eigenlijk ook wel terug in ons onderwijs. In leerjaar 3 gaan studenten kijken naar de andere grote steden. De vraag van Marcel, zijn er goede voorbeelden in het buitenland? Ja, moet ik even heel hard denken, want ik kom even zo niet op. Ja, in het buitenland gebeurt natuurlijk, je hebt ook een aantal zuidelijke landen waarin, zeg maar even, als het gaat om warme zomers al behoorlijk met groen, maar er ook al van oudsher, zeg maar even, vormgegeven wordt. Dus daar gebeurt, en ik denk in Canada ook steden zijn, Vancouver en dergelijke, waarin op deze manier wordt gedacht, integraal wordt gedacht. En er zijn bijvoorbeeld ook vastgoedpartijen, Wallace World is er bijvoorbeeld mee bezig om in Vancouver vastgoedprojecten te ontwikkelen, waarbij juist ook dat groen heel erin genomen wordt in hun visie. En dat resulteert erin dat ze nadenken over hoe kan ik de
Ook vanuit een vastgoedontwikkelaar gedacht natuurlijk, hoe kan ik de waarde van mijn vastgoed zo lang mogelijk aantrekkelijk houden? En daar hoort gewoon een sociale groene leefomgeving bij. En niet tot iedere vierkante meter volbouwen. Want dat is namelijk op de lange termijn helemaal niet aantrekkelijk. Financieel gezien ook niet. Dus in die zin, dat gebeurt wel. En ik weet dus in Canada een aantal voorbeelden zijn. Maar ik heb niet het complete beeld in Europa. Ik heb nog twee vragen voor je, Stijn. Want gezien de tijd moeten we daarna afsluiten. Pieter noemt nog even als toevoeging. Volgens mij is er een Deens eiland wat bijna neutraal is. Ik ken het niet, maar het is vast de moeite waard om het eens op te zoeken. En Daar de vraag van zijn we in Nederland ook mee Nicole. bezig. Sorry, wat zei je? Een van de eilanden in Nederland wil toch ook neutraal worden? Neutraal worden. Ja. En ik heb nog een vraag van Nick. Ik hoor nu heel veel problemen als het gaat om implementatie. Heb je hoop voor de toekomst? Denk je dat we in 2050 100% groene steden hebben? Een mooie vraag. Ja, ik heb hoop. Ja, 2050 weet ik niet, kan ik niet inschatten. Volgens mij wordt het dusdanig groot dat we vanzelf willen. Ik denk dat het comfort op een gegeven moment onder druk staat in de stedelijke omgeving, dat mensen echt dat ook niet meer willen. En gewoon, en misschien is het een voorbode, zeg maar even, in deze rare tijden met corona, waarin je steeds meer hoort dat mensen buiten de stad gaan wonen, omdat ze eigenlijk weer de verbinding met natuur en groen hebben hervonden. En dat weten te waarderen. En dus ook weer naar buiten trekken, zeker omdat ze gewoon tele kunnen werken. Kunnen telewerken, zo moet ik zeggen. Dus ik denk dat die hang naar een hele fijne leefomgeving onverminderd blijft groeien. En dus ook resulteert in ik hoop, hele mooie steden. Ja, en we leiden ook natuurlijk niet voor niets 165 studenten op die hiermee de buitenwereld intreden. Hartstikke Zo is mooi. dat. Ik ga Dus nog dat even zijn er een maar een vraag. paar, hè, gezien de uitdagingen. Ja, precies. Ja. Maar goed, als zij het tegen vijf mensen vertellen en vijf. Maar goed. Even kijken. Ik ga nog even een vraag eruit pakken. Building with nature, goed concept of mooi verkooppraatje? Is de vraag. Ja, ik denk een mooi concept, maar niet altijd zo één op één toe te passen. Maar ja, ik ben er wel voorstander. Maar dan, ja, heb je mij makkelijker. En waarom heb je aan jou makkelijker dan Stijn? Ik sta even de Nou, vraag uit op. omdat ik daar voorstander van ben. Ik denk ook dat als je kijkt naar. Ik ben een liefhebber ook van biomimicry. Dus kijken naar wat voor processen en structuren kan ik vinden in moeder natuur en wat kan ik daarvan leren. Het is een beetje off-topic, maar ik heb het wel net boek gelezen, De acht grote lessen uit de natuur van Ferguson, waarin die acht hele mooie verhalen vertelt over hoe moeder natuur omgaat met bepaalde vraagstukken en wat wij daarvan kunnen leren. Dus als je dat leuk vindt, dan kan ik aanbevelen dat boek. Waarin, en dat gaat over hele lijnen. In de zin gaat bijvoorbeeld over. Net op dit moment, Stijn, val je een beetje weg bij mij. Maar dat gaat over hoe de natuur met dat soort met processen, hoe ecosystemen werken en hoe dat in elkaar steekt en wat wij daarvan kunnen leren. En daar zitten een aantal uitgangspunten onder die universeel toepasbaar zijn, ook op hoe wij dingen organiseren. En daar zitten ook lessen in hoe wij sommige dingen anders, ik zeg het voorzichtig, zouden kunnen doen. Ik sluit af met deze tip. Wouter deelt ook nog een leuke tip voor een boek Ja, ik in zie het. de chat. Hartstikke mooi. Ik zal die van jou ook nog even in de chat zetten. We moeten even afsluiten, want over 1 minuut gaat dit automatisch dicht en wordt de opname ook gestopt. Hebben jullie nog vragen? Nou, het mailadres staat in de chat van Stijn, dus ik denk dat je bij deze wordt uitgenodigd om die gerust te stellen. Hartelijk dank, Stijn, voor jouw verhaal. Hartelijk dank alle Graag gedaan. deelnemers voor het meedoen, Zeker, bijna dank voor jullie komst. 65 deelnemers, hartstikke mooie sessie. En hopelijk tot een volgende keer. Tot de volgende keer.